De beslissende fase van het seizoen is aangebroken voor de volleyballers van Active Living Orion uit Doetinchem. De ongeslagen koploper van de Eredivisie kan zich opmaken voor de bekerfinale en de finale om het landskampioenschap, nadat zondag Amy Soflie-Kurgers met 3-2 in sets werd verslagen tijdens de laatste thuiswedstrijd in de kampioenspool. Ik denk dat we niet alles, niet elk moment goed gespeeld hebben. Ik denk dat er zeker wel verbeterpunten zijn. Ik vind het wel weer knap dat we zoals de derde set staan we gewoon achter. Daar halen we er gewoon uit met vechtlust. Dus ja, je kan wat aanmerken. Aan de andere kant vind ik het wel weer mooi dat we gewoon winnen hier. Als de wedstrijd gespeeld is, dan is de wedstrijd gespeeld zoals die gespeeld is. Dus dat was goed. Ik denk gewoon een mooi gevecht tussen twee teams die allebei graag willen, goed volleybal willen spelen. Dat was bij Vlagen ook zo. Bij Vlagen ook slordig in de makkelijke dingen. Ik denk dat het mooi was. Een mooie dag vandaag met veel publiek. In de kampioenspool wacht nog één wedstrijd voordat de strijd om de landstitel losbarst. Orion krijgt 5 wedstrijden om het eerste kampioenschap sinds 2019 te veroveren, waarvoor het 3 duels tegen Lycurgus of Draaisma Dynamo moet winnen. Je weet dat je ongeslagen bent en je weet ook dat we hebben potjes 3-0 gewonnen van Lycurgus en de laatste tijd is het 3-2, is het lastiger. Dus we kunnen ze op geen enkel punt onderschatten en dat zullen we ook zeker niet doen. En we blijven dat goed voorbereiden en dan gewoon vanuit onze eigen kracht spelen. En dan dan denk ik dat we gewoon de klus moeten kunnen klaren. Moet je ook eerlijk zeggen dat ik echt een broertje dood heb aan mensen die zeggen oh, het gaat goed, want jullie staan bovenaan. Ik zie nog zat dingen die ook verbeterd kunnen worden. En mijn spelers zien dat ook. Het eerste eremetaal in het landelijke volleybal wordt op tweede paasdag vergeven in de Van der Knaaphal in Ede. Daar staat de bekerfinale op het programma tegen Lycurgus, waarbij de Doetinchemmers een duidelijk doel hebben. Weet je, die willen we gewoon winnen. Het is een van onze doelstellingen. Het is altijd mooi om een prijs te winnen. Ik denk dat het volle bak wordt in Ede. Maar goed, Lycurgus zal hetzelfde hebben, dus ik denk dat we er een mooie pot van gaan maken.